Ja, alles ging eigenlijk precies zoals Rutte wilde. Totdat jij die ene vraag stelde. Bent u uitgeregeerd, meneer Rutte? En daar schrok hij echt wel heel erg van. En toen zei hij, nee, natuurlijk ben ik niet uitgegeerd. Gaat leuker dan ooit. Hij zei, ik heb nog nooit zoveel energie gehad. Na een vergadering, een marathonvergadering... waar ze nog steeds niet uit zijn trouwens, met het kabinet. En toen riep hij, Sigrid... En toen liep hij weg. Was diezelfde persconferentie waarin hij ging versnellen, toch? Met het stikstof. Versnellen. We mogen het geen pauzeknop noemen, maar openbreken eigenlijk. Het regeerakkoord openbreken. Ja, de aanval is de beste verdediging. Zeggen we gaan die stikstoffen aanpakken. Eventjes wat harder aanpakken. Je zag al gelijk dat heel lastig voor hem zou worden. En dat hij het daar niet mee zou gaan trekken. Ja, en deze week was... een herhaling van wat in het boek Functie Elders staat. Het zoveelste hoofdstuk in van we zijn uitgeregeerd. Ja, je noemt hem Leo, dus je bent goed bevriend. Maak je hieruit op? Ja, wij staan er dan uren te wachten op de prime minister. En dan krijg je ook wel een soort band van... we gaan ze vallen, gaat het klappen, wat is hier aan de hand? En toevallig, vorige week was het, heb jij de Functie Elders... gepresenteerd. Jouw boek met Bart Maat, de fotograaf van de foto. Die de bewuste foto maakt. Die de crisis heeft veroorzaakt, waar we eigenlijk nog steeds in zitten. Dus dat ettert door. En ik las jouw boek vandaag nog weer. En alles wat er toen is gebeurd, 2 jaar geleden... dat is eigenlijk precies wat je nu weer ziet deze week in Den Haag. Gewoon een heel erg slecht huwelijk. Zeg ik dat goed? Ja, ik denk dat je het daarmee heel aardig samenvat. Het is een huwelijk wat gedwongen is om weer verder te gaan. En waarvan je denkt, waarom doe je dat nou? Je staat als het ware met je rug naar de maatschappij. Je hebt er niet echt meer zin in. Maar ja. Ho, ho, ho. Zojuist heb ik gehoord dat hij er heel veel zin in heeft. Ja, hij heeft er wel zin in. Maar je merkt ook wel dat het toch een beetje gedwongen is. Dat ze wat zij dan noemen, gevoel voor verantwoordelijkheid te hebben. Er mist iets van elan, er mist iets van... Dat is een understatement, maar wat ik het toppunt vind... is dat CDA dus al heeft aangekondigd om straks nog andere dingen te willen... dan ze nu heeft aangegeven. Namelijk dat 2030, dat is niet heilig meer voor ze. Maar dat gaan ze nu nog niet op hun strepen staan, dat gaan ze pas straks doen. Het is eigenlijk niet dat je tegen je vrouw zegt... van over een tijdje ga ik toch wel bij je weg. Dus wat is dit voor iets geks? Ja, als ze door willen gaan, als er een wil is, een politieke wil... dan moet het altijd kunnen lukken. Maar de grote vraag is of die wil er nog wel is... Het CDA zie je heel duidelijk op dit moment dat ze het gevoel hebben van... wat moeten we in deze coalitie? We zijn bijna gedecimeerd. Wij hebben er weinig gevoel meer mee. D66 aan de andere kant weet dat ze heel erg in het defensief zullen komen. Dat het heel erg lastig wordt. Dat zij als het ware in de mangel zitten in dit kabinet. Ja. Van links of van rechts uit. Ja, het is eigenlijk een stel dat niet het huis uit kan... omdat de hypotheek is te hoog. Ze kunnen zelf niet allebei een eigen huis financieren. Dus ze blijven maar zitten in het huis. Dat is eigenlijk een beetje het gevoel. Ja, want het worden enorme verkiezingsnederlagen... als ze zo straks er nieuwe verkiezingen gaan komen. Eigenlijk is het aftellen wel begonnen voor deze coalitie. Het aftellen naar het moment nul waarbij het gaat klappen. En wanneer is dat ongeveer, dat moment nul? Ik denk, wat denk jij? Ik denk ergens voor de zomer, toch? Nou, ik heb nog steeds een fles wijn ingezet... dat ze gewoon gaan proberen dat huwelijk zo lang mogelijk te rekken... en dat ze toch wel even een jaartje uit gaan zingen. Ja, het is wel afgelopen voor Rutte, hè, als het klapt. Want dan weet hij, dan kan ik niet nog een keer premier worden... Dus hij zal nog wel proberen misschien om het te redden. Maar ik heb bij het CDA het gevoel van we willen niet verder. ChristenUnie laat het een beetje in het midden. D66, die staan wel heel erg op verlies. We zijn gewoon heel erg bang om hun zeteltjes te verliezen. En nu hebben ze ik heb nog het gevoel dat er twee mensen ergens zitten te praten... en dat wij er gewoon een beetje bij zitten. Ja. Maar het gekke is dus van het boek ook Functie Elders... dat eigenlijk dus ook toen al, 2 jaar geleden ging het al over... we moeten de problemen van de burger oplossen. En precies waar we het nu weer over hebben. En er is eigenlijk niks gelukt. Maar ja, goed, ik hoor Joris net al zeggen... we hebben nu een clown en die wordt weer vervangen door de volgende clown. Het spel herhaalt zich natuurlijk ook steeds. En hoe kan je dat doorbreken, dat spel dan, in jouw ogen? Ja, het is echt interessant. Als je vergelijkt met Groot-Brittannië... die hebben dan eigenlijk een tweepartijenstelsel. Dus dan kan je direct een alternatief... Dus voor al het beleid kan je direct naar de Labour-schaduwminister... en kan je zeggen, wat zouden jullie doen? En dan kan je dus nog een soort van inhoudelijk gesprek houden... over wat voor land wil je eigenlijk zijn. Terwijl ik hoor gewoon totaal niet dat gesprek. Ik hoor alleen maar van, welk poppetje mag op welke plek... en welk poppetje gaat misschien met welk ander poppetje... en welke partij en welke peiling. Dus het is politici journalistiek. Het is niet politieke journalistiek. Heel veel macht zit ook niet bij politici... maar bij ambtenaren en bij Europa.
Deze week kwam naar buiten over het water. Hè? Dat we in 2030 gaan een gigantische watercrisis hebben. Nou, dat dacht ik, ja, 10 jaar geleden zeiden ze dat over stikstof. Ja. En we zijn er niet in geslaagd om op dit moment al nu te gaan praten over water, wat er moet gebeuren. Want het is niet spannend, het is niet sexy, het gaat niet over personen. En over 10 jaar zitten we precies als met water waar we nu met stikstof zitten. Maar hoe gaat die watercrisis eruit zien? Tekort of te veel? Wat is het moment dan? Wat dan tekort aan drinkwater. Ja. Maar je hoort ook allerlei vragen over de stijging van de zeespiegel, dat we er ook weer problemen mee krijgen. En wat ik bedoel is dat we hebben nu een systeem waarin de problemen pas kunnen worden aangepakt als ze eigenlijk onbeheersbaar zijn geworden. Als het al zo... Terwijl je hebt juist democratie om veel vroeger in dat traject al te gaan zeggen wat gaan we doen. En dat lukt steeds slechter. Regeren is vooruitzien. Maar hebben we daarvoor andere politici nodig? Nieuwe politici? Politici die wel zo erin staan? Ja, ik denk eigenlijk, om even de analogie van Joris te nemen, we moeten eigenlijk gaan kijken of er niet echt tijd wordt voor een nieuwe generatie van mensen die problemen aan willen pakken. Die bijvoorbeeld klimaat of stikstof zeggen van nou, we gaan dit op een hele nieuwe... die daar een plan, een idee voor hebben. Wat zijn bijvoorbeeld de plannen van Caroline? Die zat onlangs bij ons en ik heb wel 3 keer gevraagd naar oplossingen, maar die heb ik niet gekregen die avond. Ja, dat is dus waar op het ogenblik iedereen aan zit te denken. Van Caroline, je stelt goede vragen, je doet het heel leuk in het parlement. Toen je die One Man of One Women show al die tijd deed. Maar wat is nou eigenlijk nu je nieuwe idee, je nieuwe visie? En was het een idee geweest om haar dit voor de verkiezingen voor te leggen? Zodat mensen hadden kunnen zien dat ze die oplossingen niet heeft. Joris, dat is maar het grappige, maar in die uitzending, die betreffende uitzending, heb ik het 3 of 4 keer gevraagd. Maar wat zijn dan de oplossingen? En die kwamen er gewoon niet. Dus waarom lukt het ons als media niet om zo iemand dan zeg maar terug te brengen tot de plek die ze moet hebben? Nou, misschien een zeteltje. Waarom wordt zo iemand zo groot? Omdat het een coalitieland is, dat maakt het ook heel lastig. Dat het nooit één partij, maar dat is het verschil natuurlijk met Engeland. Dan kan één partij, Labour staat nu geloof ik heel erg goed. En die kunnen dan zeggen, nou, we gaan het allemaal helemaal anders doen. En dat is natuurlijk nu het lastige in Nederland. Dat je dat, ja, straks weet ik welke partijen, misschien de linkse coalitie, de grootste met z'n tweeën wordt. Maar echt hun zin, hun wil, hun idee doordrukken, dat wordt heel moeilijk. Omdat ze elke keer water bij de wijn moeten doen. Maar ook een partij als Volt, die dan nieuw is zo'n beetje... Ja. Komen die wel met oplossingen, komen die wel met ideeën? Vorige week hadden we de voorman hier natuurlijk. Die kwam wel met een paar ideeën, maar ook nog niet heel concreet. Niet veel. Ja, die willen zich natuurlijk wel houden aan de Europese richtlijnen. En wat dat betreft zou je misschien toch Frans Timmermans maar eens naar het torentje moeten halen. Want die kan gewoon zijn eigen beleid dan gaan uitvoeren. Dus ik denk wel... Hè, en je kunt natuurlijk in Den Haag ook over links. Ik bedoel, Rutte kan over links, als hij dat echt zou willen. Alleen wil het CDA het niet. Maar wat Nederland echt nu wil... is een leider die met een idee komt. Met inderdaad wat Joris ook wel zegt. Met een visie komt. Het is natuurlijk een beetje cliché. Maar die echt zegt, we moeten nou eens die kant op gaan. Want er zijn een aantal heel grote problemen. Als het niet over stikstof vallen, dan wordt het asiel. Dan wordt het Groningen, dan wordt het water. Ja. Dus er moet dus een idee komen. En dat vond ik in de Nederlandse politiek in andere tijden soms wel eens beter. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app.